Hij ik ben net door je moeder gebeld. Ze hebben gebeld dat je morgen dat je, dat je op de bank moet zitten. <laughs> ik, ik had zoiets van: ik had een paar Malibu met jururans op. Dus, uh... In Sutton Coldfield aan de rand van Birmingham woont al jaren een Amsterdammer. met een verhaal dat te mooi lijkt om waar te zijn. Stel je voor, je maakt als 16-jarig jochie uit de baasjes je debuut in Ajax 1 als allerjongste ooit. En de coach die het veld instuurt, is ene Johan Cruijff. Het is het verhaal van Richard Snekes. Maar wie denkt dat zijn huis vol hangt met foto's van die bijzondere tijd, die heeft het mis. Ik heb heel weinig dingen van, van vroeger, shirtjes en zo, liggen allemaal in de opslag. Uh, toevallig vond ik deze ergens in een, uh, in een kist ergens. Maar voordat hij het rood en wit van Ajax droeg, speelde Snakers vanaf zijn achtste tot zijn veertiende bij DWS. Ik speelde in de C1 en uh, we kregen een telefoontje van, van Tony Bruinslot. nog op de oude, op de oude telefoon. Uh, of ik dus uh, naar Ajax wilde komen. Ik wist dat hij uh, een vriend van mij speel Pascal, dat ze die ook zouden vragen. En uh, hij zei: ja, wil jij gaan? Ik zeg: ja, wil jij gaan? En toen zeiden van beiden, van ja, dan doen we het maar. Dus uh, dus ja, op mijn veertiende kwam ik toen, toen bij Ajax terecht. Maar als hij niet had, was gegaan? Daarna had ik, er, daar had ik er wel over getwijfeld, moet ik eerlijk zeggen. Ik, uh, ik was wel zelfverzekerd. Maar het was toch wel makkelijker om met, met iemand te gaan. Natuurlijk om naar een grote club zoals Ajax te gaan. Om daar uh, om, om binnen te komen met iemand die al je, die je kende. En dan volgt amper een jaar later al dat historische debuut tegen Haarlem. Op dat moment als jongste Ajax-debutant ooit. De avond voor die wedstrijd weet Sneekers nog van niks. Met alle gevolgen van dien, ja, dit is wel een heel, uh, een heel top verhaal eigenlijk. Dus uh, ik ging al uit, dus uh, een vriend van mij woonde in, in Landsmeer, Marcel Huisman. En uh, we, gingen, <laughs> we gingen die zaterdagavond uit. We hadden natuurlijk, allemaal geen mobiele telefoons. Dus uh, ik was met hem in, in, die, uh, in die tent. En uh, om kwart over twaalf komt zijn vader kom binnen. Ik ben net door je moeder gebeld. Ze hebben gebeld dat je morgen uh, dat, je, dat je op de bank moet zitten. <laughs> ik, ik had zoiets van. Ik had een paar malibu met -ma Jurans op, dus uh, <laughs> ik had zoiets van. Dus snel naar huis, in bed. En uh, ja, de volgende dag dus. Uh, ik denk de tien minuten was dat ik dat ik mocht invallen. Ja, de rest is uh, geschiedenis eigenlijk. Dus, dus met een kleine kater werd jij de jongste. Nou, ik wil niet zeggen dat, dat ik een kater had, maar uh, het was nog iets te vroeg om een, uh, om een kater te hebben. Maar, uh, maar nee, ik had, uh, ik had zeker een paar. Uh, een paar borreltjes op, dus, uh, maar dat heb ik, ik ben eigenlijk nooit, uh, nooit verder aan iemand uh, verteld, ook nooit aan mensen die ik, die ik hier ook ken, weet je, die wel weten een beetje hoe het verhaal in elkaar zit. Maar, ja, uh, yeah, dat is, <laughs> dat is het verhaal eigenlijk. Ik weet op een gegeven moment dat mijn naam geroepen, geroepen werd en, uh, en, en en ik kwam erin en en het is, ja, in de meer, het oude stadion en ik weet nog ik gooi er een paar scharen uit en van dit of dat en. Ik weet nog dat we van het veld afliepen en de oudere spelers, die, die natuurlijk de, de, die meer flamboyant waren, die hadden zoiets van, oh, fantastisch. En natuurlijk, ja, mensen zoals Boeven, en die hadden natuurlijk zoiets van, oh, hier is weer zo'n jongeling, die gooit er een paar schaartjes uit en, en, en is gelijk het favoriet van het, van het publiek. Die hadden daar natuurlijk wat iets meer moeite mee, maar, uh, maar ja, het was, ik had ook zoiets van, na afloop, ja, mag ik het spelen zo in, weet je? Ben ik... <laughs> dus het was, het was allemaal een soort, soort van roes. Maar uh, ja, dat is iets wat ze, wat ze natuurlijk uh, nooit, uh, nooit meer afnemen. En dit was de A1. Met kort van de hart was de, was de trainer. Uh, dat is Frank de Boer, uh, Richard Witsen, uh, Brian Roy. En even kijken, jij met die lange ja, daar? Ja. Toen hadden we ook een permanente. Dus, uh, dat was, was, toen, was, toen, was toen in. <laughs> ja, want wat die haren, dat is zo'n een, een dingetje van jou, hè? Ja, jawel. Ik had zo'n wat zoiets van... Uh, ja, je moet het nu wel een keer gaan afknippen. En dan had ik zoiets van, ja, ging ik er ook echt tegen in. En dan deed ik het ook per se niet natuurlijk, dus... Uh, hij was altijd heel duidelijk. Ja, uh, 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 yeah. ik, ik vond een hele, hele fijne man. Ik ben hem daarna nog eens... Jaren geleden ben ik hem nog eens tegengekomen in de PC Hoofdstraat. Niet dat ik daar winkelde. En hij, hij, hij riep me over en ik had niet het gevoel dat hij me nog zou herkennen. Dus, uh, maar hij zei ook altijd van ja, je bent een van de grotere talenten hier. Maar het is, is aan jou om dat te bewijzen. Als het je niet lukt, ik eet geen boterham minder door. Ik maak gewoon een nieuw blikje over met talenten. En iemand anders die, die neemt gewoon jouw plaats. Dus hij was uh, ja, hij had natuurlijk een visie. En, maar hij was ook echt recht door zee. Weet je? Dus je wist gewoon waar je stond. En het was gewoon aan jezelf om. Uh, om dat waar te maken, maar ja, om ja als, als jongste speler toen natuurlijk uh, niet, niet meer als 16-jarige je debuut te maken en de volgende dag uh, naar school te moeten gaan. En natuurlijk was het niet de social media zoals het nu is en, en, en zomaar gelijk op de radio. Ja, dat was natuurlijk wel, uh, wel iets uh, speciaals. Ja, want je noemt al een paar namen, maar in wat voor team kwam je terecht? Wie, wie, wie speelde? Daar uh, in? Wat... Van Basten in de spits, uh, Van het Van Schip. Uh, Koeman, Rijkaard, Muren. Uh, De wit. Dus uh, Menso, boeven, Ophof, het spelbos. Ja. Nou, ja, om daarin binnen te lopen, was natuurlijk. Je mocht ik af en toe mocht je natuurlijk ook mee trainen. En kruiftrainde ook nog altijd mee. En was, was hij nog altijd zo goed? Was ja, dat? natuurlijk. Maar <laughs> het was ook zo: als jij een, een foute paas en hem gaf, dan was het jouw schuld. Als hij een paar foute paas aan jou gaf. dan stond je op de verkeerde plaats. Dus het was nog steeds jouw schuld. Dus is de tweede wedstrijd. Uh, Simon Thomas. Dus Hij speelde toen bij, uh, bij Feyenoord. Na die invalbeurt in de klassieker. in het Olympisch Stadion. speelt Sneekers nog één wedstrijd voor Ajax. Dat hij er nooit echt doorbreekt. heeft misschien niet alleen met zijn voetbalkwaliteiten te maken. Uh, ja, ik had een verschrikkelijke grote bek. Ik wist altijd alles beter. En uh, ik had wel wat akkevietjes gehad met, uh, met, uh, met Tony Bruinslot. Wat Wat, wat uh, voor dingen waren dat? Waar ging dat dan over? Nou, ik, was altijd, ik kwam altijd op voor, voor andere spelers. En ik vond het altijd wel dat hij een beetje neer, neer deed op, op, op andere spelers. En daar sprak ik hem dan wel eens op aan. En één keer. Uh, oh, ik weet niet eens meer waar. Het was bij Alkmaar in de buurt. Uh, en hij had, hij had weer zoiets tegen iemand. En in de rust had ik er iets van gezegd. En, waren bijna slangen de ruzie, maar dat ja, zoals 18-jarigen, 17-18-jarigen. Ik had gewoon een verschrikkelijk grote bek en toen, toen, werd ik ook twee, twee wedstrijden geschorst. Moest mijn vader en moeder moesten ook uh, in de meer komen en dan Kruif zat er ook in. Dus dus jij had ik... een gesprek met je ouders. Kruif. En werd ik ja, en dan werd, werd ik uh, ja, kreeg ik twee weken uh, twee wedstrijden schorsing. Sneke speelt daarna nog voor Volendam, Fortuna Sittard en in Zwitserland. Als hij in 1994 van zijn zaakwaarnemer te horen krijgt dat er interesse is vanuit Engeland en Spanje. Dus ik zeg, nou ja, dat is een makkelijke keuze, dan gaan we naar Spanje. Dus hij zegt, nee, je gaat naar, je gaat naar Engeland. Ik heb het al helemaal geregeld. Je gaat, uh, je gaat de proef bij, bij Bolton. Met die club promoveert hij naar de Premier League. Daarna groeit hij bij West Bromwich Albion zelfs uit tot een clublegende. En speelt hij bij nog een paar Engelse clubs. Inmiddels werkt hij al jaren als gymleraar en doet hij daarnaast af en toe nog wat scoutingwerk. Uh, niemand, maar dan ook niemand, had verwacht dat ik in, in Engeland zou slagen. Want uh, ik was niet echt een, een voetballer die bekend stond om het, uh, om het koppen en om het tackelen. En uh, iedereen die, die had zoiets van ah, die is over een maand is die weer terug. En 30 jaar later ben ik nog steeds hier. Ja, je kijkt er ook op terug en dan kijk ik naar mijn carrière, en dan denk je misschien van ja, het is zoals het is. En was nog steeds de jongste speler die ooit in Ajax 1 heeft gespeeld. Niet meer, maar ja, het is toch het staat toch in de geschiedenisboeken, dus dat is wel iets wat uh, wat wat heel leuk is. Tot slot hebben we nog, omdat je natuurlijk al uh, een rij oh. weg ja, paprika chips. Nee, paprika. Nee. Oh. <laughs> had je dat gewild? Frietje oorlog. Oh. Ja, oh. oh. ja, dat hadden we oh. ook. Oh. Ja, nou, oh. Oh. Het is net iets anders. Oh oké. Okay. <laughs> Bedankt. Het uh, uh, is beter dan een, uh, een broodje kroket of patatje oorlog, moet ik zeggen. Dus. <laughs>